het Zeelof-project. Hoe vang je Noorse kreeft, langoustine, met zo min mogelijk ongewenste bijvangst? Het gebruik van potten is een bekende passieve visserijmethode, bijvoorbeeld om krabben, kreeften, inktvis en vis te vangen. Voor de sleepnetvisserij kan vissen met potten een aantal voordelen opleveren. Het verminderen van bijvangst, verhoogt de overleving van bijvangst, maximale kwaliteit van de gevangen Noorse kreeft, het levert aanlanden en een hogere prijs, verminderen van brandstofgebruik en uitstoot en minimale bodemberoering. In Nederland wordt bijna nog niet met potten op Noorse kreeft gevist. En wij onderzoeken daarom of het gebruik van potten geschikt is voor de Nederlandse visserij. Er zijn 3 verschillende soorten potten getest. Vierkant, parloer en klein. En in totaal zijn er 39 potten gebruikt en hieruit onderzochten we 236 vangsten. De potten stonden gemiddeld 18 uur onder water en we gebruikten 5 verschillende typen aas. Wat waren de resultaten? Het grootste gedeelte van de vangst bestond uit bentels, vis en marktwaardige Noorse kreeft. De kleine potten vingen het minste bentels, de vierkanten het meest. En alle 3 de potten vingen wel evenveel vis. Het gemiddelde van alle vangsten is 0,009 kilogram marktwaardige Noorse kreeft per 24 uur. En er is maar 1 ondermaatse Noorse kreeft gevangen. De 3 meest gevangen bijvangstsoorten waren blauwe zwemprop, heremietkreeft en wijting. Er was geen bijvangst van platvis, zoals schol, schar en tong, en dat is opmerkelijk. In de sleepnetvisserij op Noorse kreeft is er namelijk veel ongewenste bijvangst van ondermaatse schar en schol. In de camerabeelden waren wel platvissen gezien, maar dus niet gevangen. Van de geteste potten vangt parloer de meeste Noorse kreeften. Parloerpotten hebben een verzwaarde onderkant en staan daardoor altijd in de juiste positie op de zeebodem. Dit kan verklaren waarom dit type pot beter vangt. Maar bij de meeste vangsten was er helaas geen Noorse kreeft. En daarnaast lijkt het alsof hoe meer zwemkrabben je vangt, hoe minder Noorse kreeft je vangt. Alle potten in het onderzoek werden voor het eerst gebruikt. En mogelijk gaven ze daarom onder water nog een bepaalde geur af, waardoor er minder werd gevangen. We zullen dus verder moeten onderzoeken hoe we de vangst van Noorse kreeft kunnen vergroten, voordat het vissen met potten een geschikt alternatief voor de huidige Noorse kreeftvisserij biedt.